kunnen alweer weken genieten van de kerstverlichting in de straten. Nog geen eeuw geleden was het aanzetten van de elektrische verlichting een grootse gebeurtenis. Na het optuigen van een kerstboom op de markt had de burgemeester de eer om de lichtjes te ontsteken. De Bosse feestverlichting kwam in 1956 zelfs landelijk in het nieuws. Zakenlieden hadden samen met de gemeente 150.000 gulden betaald voor de versiering van de straten door kunstenaars. De Bosse binnenstad schittert in een feestkleed waarop men jaloers zou worden, schreef het Limburgs Dagblad. Halverwege de jaren 60 hing de stad vol met eindeloze lichtsnoeren. Maar opmerkelijk was 1992, toen Grand Café Silva Duces een superkerstbal ophing van 300 kilo met 2500 lampjes.